Televisie op zichzelf is niks. Eigenlijk, wat ik aardig van televisie vind, dat het wordt uitgezonden. Dan hou ik ook niet van horizontale programmering en van een net wat speciaal voor dat soort mensen. Ik vind het leuk als het een beetje door elkaar loopt. Dat het overal ook dat het ergens terecht komt waar ze niet op zitten te wachten. Je hebt allemaal formats met uitgeplozen wat voor soort muziek er is. Ja. Het is als ik dan 's nachts naar Keulen reed, dan vond ik het heel leuk. Ineens Duitse Dixieland door het orkest van de Hazy Oosterwald te horen. En dat je denkt, jezus, is het onmogelijk. En daarom vind ik het ook leuk dat je naar dingen kijkt die niet voor je bestemd zijn. En dat is een groot goed en dat is helemaal vertrokken. En dat vind ik veel leuker dan zeg maar, wat je nu vaak ziet, een cd'tje met je favoriete nummers erop, op je iPod. Zitten mensen aan naar hun eigen smaak te luisteren de hele tijd. Er zijn werkelijk mensen geweest die hebben een film gemaakt, dan kon je zelf bepalen hoe het afliep. Hoefde je niet laten opdringen door zo'n maken, maar het leuke was van een thriller of iets, dat je het niet weet, dat is daar de kracht ervan. Net als met het nieuws. Je hoeft niet naar de televisie te kijken, je kan nieuws kijken, kan je zelf verzamelen. Op het moment dat je eruit komt, dan laat je ook niet de opvattingen van nieuwsdingen, dan kan je zelf. En dus eigenlijk heeft niemand er wat aan. Een huishoudster de boel laten schoonmaken, dat doe je op je eigen tijd. Wanneer het jou uitkomt, kan je dat zelf doen en ga je zelf stofzuigen. Ik bedoel, daar komt het op neer. Het is toch leuk dat iemand dat voor je doet? Ja, de bandrecorder, door vele bandrecorder genoemd. Maar dachten mensen ook dat de wereldvrede uitbrak. Dat ook alles kon je opnemen. En weet ik, het enige wat de mensen ermee deden, zetten ze op tafel als er een verjaardagspartijtje aan hoorde. Die mensen allemaal praten en konden ze dan bewaren als herinnering. En dat was niet om aan te horen natuurlijk. En op een gegeven moment gingen ze dus muziek mee van de radio mee opnemen. Of een plaatje over. Nee, het is juist zo leuk dat je dingen komt die je niet verwacht of die een ander maakt. En dat is en dat, waar je over kan verbazen. Het is een raar soort misverstand. Mensen weten helemaal niet. Je hebt, op alle gebieden is dat marketingconcept. Dat breekt overal in. We moeten meer maken. Zoals met het Algemeen Dagblad. Er ging ook een nieuwe koers varen. We moeten meer schrijven wat de mensen willen. Mensen weten helemaal niet wat ze willen. Weet je waarom mensen een krant lezen? Om ze lekker te ergeren aan. In mijn krant had ik niet verwacht dat ze zoiets. En nu krijgen ze wat ze dan vermeend willen. Vinden ze het weer saai, want dat wisten we al. Het mag niet te moeilijk zijn. Mensen moeten ook ergeren dat ze dingen niet. Of als ze dingen zijn waar ze nooit van gehoord hebben, dan leren ze misschien nog wat. Het is zo raar dat je dat wil beperken. Dat je, dat je kan vastleggen of kan weten wat de mens wil. Er zijn dus wel gemiddelde dingen gemaakt. Maar ik vind juist die verscheidenheid en ook die dingen die niet voor je bestemd zijn. Je kan ook wel eens weten, dat lijkt me wel leuk. Je kan wel eens een soort dingen uitkiezen, maar niet helemaal. Hè, zoals mensen een cd'tje branden en dan als ze op vakantie gaan de hele tijd met die achtervolgen door hun eigen smaak. Dan weet je toch eens een beetje een rare teringherrie horen of dingen dat je denkt, nou dat mensen dat mooi vinden. Op zichzelf is dat helemaal niet gek als je herinneringen aan bepaalde dingen hebt om daar van te genieten. Dat is zo'n raar idee, want smaak berust op gewenning. En dus, ik vind het echt zo zelfbeperkend om een bepaald soort ontstaande smaak, om dat je aan te houden dan. En dit, je kan zelfs plezier hebben waarom dat blaadje zo ligt. En je hoeft je geen moment te vervelen. Ik zou wel eens wat drama willen maken, dat vind ik wel leuk. Of een leuke serie verzinnen. En nu niet. Nee. Ik zit ook maar een beetje voor de malle moer kont uit te lullen, omdat hij wat vraagt. Wil ik graag iets interessants over zeggen.